Ja, we zijn hier met Vincent Evers. Hij organiseert de Dag van de Crypto in de Amsterdamse RAI, 29 en 30 januari aanstaande. Nou, we hebben de kans om met hem te praten hierover. Vincent, kun je misschien heel even in het kort aangeven wie je met deze dag, met deze 2 dagen moet ik zeggen, wil bereiken? Ja, eigenlijk happy 2018 dat de crypto-koersen maar de weg kunnen vinden die jij het leukste vindt. Ja, wij beginnen goed op 29 en 30 januari in de RAI in Amsterdam. En dan hebben we 2 dagen voor 2 verschillende groepen. Enerzijds komt er een internationaal circus voorbij. En die gaat van San Francisco naar Londen, naar Amsterdam en dan naar zeg maar Azië. En dat heet de Crypto Economy Conference. En dat zijn 40 ICO's met allemaal mensen eromheen die over het hele ICO-verschijnsel praten. Dus over het hele VC-gebeuren en bedrijven die geld ophalen met het creëren van een nieuwe munt. Maar waar we ook praten over, hey, hoe zit dat nou eigenlijk met die ICO-wereld? Wat zijn de voorwaarden? Wat zijn de rechtsposities? En nou ja, dus de hele opkomst van het venture capital. Dat is eigenlijk voor professionele investeerders die eigenlijk geïnteresseerd zijn in specifieke bedrijven. Die krijgen ook allemaal pitches en dat soort dingen. En dat zijn VC's, participatiemaatschappijen, B2B-investeerders en mensen die er eigenlijk wat serieuzer in zitten en die ook wat willen kijken van waar ze in willen investeren. Dus dat is Ja, zeg een maar soort roadshow. ICO. Ja, en dat is dan ook met allemaal, dat is allemaal met eten en drinken erbij en dat soort dingen. Dat is 2 dagen, dus dat is één ding. Voor de professionele investeerder. En daarnaast hebben we de dag van de crypto. En dat is eigenlijk meer een. Dat laatste programma trouwens, dat organiseer ik met Beacon. En Beacon is een globaal bedrijf wat zeg maar over al een aantal van die ICO's dagen heeft georganiseerd. Die groep bij elkaar houdt. En dat hele circus draait rond. Dat is een Nederlands bedrijf, toch? Het is wel Tenminste. een. Nou ja, ze zitten overal over de hele wereld. Maar het zijn wel voor het grootste gedeelte Nederlanders die dat organiseren. Die zijn al vanaf het begin af aan met dat hele ICO-verschijnsel bezig geweest. Maar die organiseren vooral evenementen over de hele wereld. Maar nu dan ook inderdaad komen ze in Amsterdam langs. Maar ze wonen in Ierland, Spanje en nog wat andere plekken. Het tweede is zeg maar de dag van de crypto. En dat is eigenlijk bedoeld voor iedereen van particulier tot zeg maar investeerder die in crypto wil investeren. Die dus wil kijken van, hey, wil ik nou in Bitcoin, wil ik in Ether, wil ik in de grote platformen investeren. We gaan ook wat praten over de ICO's, maar we praten ook over, hey, welke wallets zijn er nou eigenlijk, wat voor exchanges, wat zijn de voor- en de nadelen, wat zijn de investeringsstrategieën die je allemaal moet hebben. Dus dat is zeg maar de dag van de crypto. En waar ik mee begin, is dat ik een lans wil breken om die twee werelden die nu totaal geïsoleerd zijn, de financiële wereld, de banken, de toezichthouders, de Nederlandse banken, alle fondseigenaren die er zijn, die eigenlijk vooral bezig zijn met aandelen en eventueel met bonds. En die eigenlijk totaal zich afstandelijk opstellen en zeggen: jongen, het is één grote tulpmania. En aan de andere kant heb je al die mensen die zo enthousiast bezig zijn om te investeren. En is het ook de geboorte van nieuw geld? Ja, en het is de geboorte van nieuw geld. Het lijkt een beetje op aandelen. In het beginfase had je ook allemaal hele kleine aandelen die volledig werden gelanceerd zonder enige vorm van regulering. Ik denk dat deze wereld gewoon nu in de afgelopen, ja, 9 jaar zich technisch heeft ontwikkeld. En de afgelopen 2, 3 jaar zich zeg maar commercieel aan het ontwikkelen is. Daar hoort regulering bij. Dus ik heb ook de AFM uitgenodigd en die komt ook. De directeur van de AFM komt praten. Ik heb Nederlandse Bank uitgenodigd, gewone banken, fondseigenaren, allemaal mensen uit de traditionele financiële wereld die in zeg maar discussie gaan van wat voor regulering hebben we nou eigenlijk nodig? En ook welke dienstverlening uit die gewone traditionele wereld hebben wij nou ook nodig in die cryptowereld? Want de meeste mensen willen helemaal niet hun private key zeg maar beheren. De meeste mensen willen gewoon goede tools hebben waarmee ze informatie, organisatie, oordelen, duiding hebben. Nou, die hele financiële wereld is daarop gebaseerd en die moet dat ook gaan doen voor de cryptowereld. Want juist op het moment dat het nog Wild West is, wat het op het ogenblik is, Ja, het is zeker. bizar, het is Wild West en er gebeuren allemaal dingen die eigenlijk helemaal niet kunnen, die moeten gereguleerd worden en die moeten ook gewoon gemanaged worden op een professionele manier. Dus dat is een kans voor beide partijen en daar ga ik ook met een aantal mensen over praten.
Oké, nou klinkt goed. Onder andere Jan Kees de Jager is een spreker, de oud-minister, CDA. Enig idee wat hij gaat toevoegen aan de Ja, dag? ik heb hem in 2014 ook al gewoon gehad als toen ik de Bitcoin-conferentie organiseerde. Dus Oké. als je hem even zoekt op Jan Kees de Jager en Bitcoin-conferentie, daar sprak hij over wat het nou eigenlijk is. Is het nou een asset? Is het nou een aandeel? Hoe moet het gereguleerd worden? Is het nou een betalingsmiddel? Hij heeft daar wel gewoon veel gedachten over. Hij heeft ook veel gesproken over cryptocurrency, over de hele wereld, hoe we daar zeg maar mee aan moeten gaan. En juist ook voor die maken van die verbinding. Hij is CFO nou bij KPN, maar hij doet ook nog heel veel zaken in de politieke wereld. Ik denk dat ook voor die regulering en dat bij elkaar blijven op zinvolle, intelligente regulering, zoals Zwitserland nu op het ogenblik aan het maken is, die moeten wij in Nederland hebben. Dat is voor mij, Zwitserland is het land waar nu een flink gedeelte van de professionele ICO's plaatsvinden, met goede advocaten, goede accountants, goede organisatie, goede regulering, goede waarborgen voor de investeerders. Dat moeten wij in Nederland ook gewoon hebben. Willen wij een beetje naar voren gaan. En niet alleen maar zeggen, het is een tulpenmanie. Nee, het is zeg maar, het is een nieuw soort geld. Op een andere manier, het is een nieuw soort geld, een nieuw soort aandelen, op een andere manier vormgeven. En we moeten daar als maatschappij iets mee. We Maar zetten het op de nee. agenda. We hebben verschillende dingen. Eén, je weet gewoon, je ontmoet allerlei mensen die professioneel al jaren bezig zijn met investeren in crypto. Je hebt allemaal what to do's en what not to do's. En zeg maar hoe je met wallets moet omgaan, welke exchanges, welke strategieën je moet plaatsvinden, welke goede met technische tools te zijn om inzicht te krijgen. Daar hebben we allemaal sprekers over. En aan de andere kant wil ik ook een beetje politiek een zet geven in de juiste richting van joh, ga hier nou mee aan het werk. Dat gaat echt zeker jaren duren. Maar aan de andere kant hebben we binnenkort de G20 en die hebben we op de agenda gezet. Joh, we willen de G20, willen wij daar moet over de cryptocurrency gesproken worden. En we willen geen draconische maatregelen hebben in Europa, en dan moeten we als Nederland ook gewoon eventjes een zet vooruit geven. Dus we moeten onze politici goed adviseren, we moeten ook goed luisteren naar de toezichthouders en we moeten zorgen dat de beste dingen uit die twee werelden zeg maar naar voren worden gepresenteerd. Dus ik heb daar een bescheiden ambitie in, maar hij is wel dringend. Zijn er ook banken uitgenodigd op het event? Ik heb een aantal van mijn kennissen uit de bankwereld uitgenodigd en ook omdat de AFM-wereld komt. Omdat de AFM zeg maar komt, hoop ik ook dat ik zoveel mogelijk partijen uit die wereld zeg maar daar als sprekers en panelleden en zo kan verwelkomen. Maar daar horen we later meer over. Wij gaan deze 2 dagen zijn voor investeerders, voor mensen die willen investeren in crypto en dat hebben we dan op 2 manieren vormgegeven. Dat professionele groep die met heel veel mensen zeg maar langs verschillende steden gaat om op een gegeven moment die ICO te promoten en ze laten doorzagen en aan de andere kant mensen laten zien van hé, waar kun je nou in investeren en wat zijn nou die wallets die je nodig hebt? Hoe kun je nou je veiligheid garanderen? Wat zijn de exchanges? Wat zijn de professionele tools? Dus dat hele verhaal wat we nu net hebben gehad over die blockchain is voor mij heel belangrijk, maar daar heb ik een heel ander congres over. Nee, Dus veel begrijp meer ik. B2B, daar gaan we het niet over hebben. 29 en 30 hebben we ingezet om laagdrempelig te zijn. Mensen die echt niks weten kunnen beginnen met Bitcoin voor dummies. En die of blockchain voor crypto voor dummies en krijgen gewoon een overzicht. Wat heb je nou nodig? En daarna gaan we gewoon de diepte in op al die verschillende gebieden, hè, van investeringsstrategieën tot op een gegeven moment de crypto, tot de wallets, tot de tools. En daar zijn die 2 dagen voor bedoeld. Dus ik wil die balans breken. Op het ogenblik zie ik een disconnect tussen de cryptowereld en dus niet de blockchain-wereld, maar de crypto-wereld, gewoon digitaal geld, en de financiële wereld, die wil ik bij elkaar krijgen. Daar ga ik 2 uur over praten. En de rest van de 2 dagen is het vooral eigenlijk over wat moeten de mensen nou weten om te investeren in die cryptocurrencies en allemaal lessons learned. Dus dat is het doel. Daarom moet Nee, je ook naar begrijp. deze les, daar moet je ook naar deze dag komen als je gewoon denkt, ik moet er gewoon meer vanaf weten. Is het wat voor mij? Welk percentage van mijn spaargeld moet ik er nou instoppen? En wat zijn goede manieren om te beginnen? En kan ik wat leren van mensen die het al veel langer doen en die er al veel en die ervaring willen delen? Ja? Ja, precies. Dus inderdaad, mensen die hun spaargeld in crypto willen, een deel daarvan in crypto willen steken, die kunnen naar deze dag komen. Je hebt onder andere Jewel HP bijvoorbeeld, hè, maar ook iemand als, ben ik even zijn naam kwijt, Van der Gijst Michael. inderdaad, en Michael Earhart inderdaad, die allerlei tips kunnen geven.
Misschien kun je zelf nog iets persoonlijks vertellen over je eigen beleggings- of tradingservaringen. Ik bedoel, volgens mij ben jij een beetje Bitcoin-maximalist, toch? Je hebt vooral Bitcoins. Nee. Oh. Ik denk dat ik, nou, ik denk bij Bitcoin is denk ik 45% in mijn portfolio. Nee, goed, ik Oké. ben dus begonnen toen ik met Bitcoin ben begonnen toen iemand vertelde over het concept, Ronald van Woensel. Die vertelde me erover en die zei: dit is echt een ongelooflijk interessant iets. Dat was 2012, was het 7 cent. En ik denk, oh ja, Ja, nou ja, bizar. ik ken dat helemaal wel, dat digitale cash en David Gao. En dat was allemaal, ik denk, oh, ik heb dat al gezien. Nou, dat was fout de volgende keer toen hij zei van kijk er nou eens naar, het wordt echt wat. Het was 7 euro, en toen, of 7 dollar, heb ik er 100 van gekocht. En die ben ik toen helemaal vergeten. En op een gegeven moment toen ik weer de volgende keer naar keek, waren ze $700. En toen gingen ze echt heel erg omhoog. Dat Ja, was voordat per China stuk, het ging ja. verbieden en voordat Mt. Gox, zeg maar. Toen heb ik ze verkocht, heb ik een Tesla van gekocht. Want ik ben een andere liefde heb ik over elektrische en zelfsturende auto's. Dat heb Ja. ik verkocht. En toen heb ik wel allerlei conferenties erover over georganiseerd. Maar toen was ik eigenlijk meer geïnteresseerd in die blockchain. En toen ben ik pas eigenlijk vorig jaar weer begonnen met investeren. En toen heb ik Ether gekocht. Ik heb Verge gekocht. Ik heb Litecoin gekocht. Ik heb Bitcoin gekocht. Ik ben begonnen toen met zeggen van ik koop 5 bitcoins voor mijn zoon en 5 bitcoins voor mijn dochter. En die krijgen ze Ja. wanneer ze 18 jaar zijn of 21 jaar. Dan kunnen ze er iets mee doen. En die laat ik gewoon liggen. Daar ga ik niks mee doen. Die ga ik echt gewoon wegzetten. Ja, En ja. daarnaast ben ik nu gewoon bezig met ongeveer. Dus ik heb de grote brokken zijn Litecoin, Ether en Bitcoin. Maar ik ben nu met AMD bezig. En Verge heb ik in ieder geval die run meegemaakt. En ik ben nu kijken naar nieuwe ICO's. Dus ik ben een beetje aan het spelen Oké. met dat soort investeringen. En dat is inderdaad wel een heel wat betere rendement geweest dan mijn spaarrekening en mijn aandelenrekening, zeg maar. Ja. Goed, je moet er wel veel voor doen, hè? Ik bedoel, op dit moment zijn volgens mij Nou, de nanoledgers. voor mij is het gewoon hodl. Weet je wel, ik doe hodl. Ja, hold on. Ja, Ik hou het oké. gewoon lekker en ik doe af en toe dan ik kijk in die WhatsApp-groepjes. En dan als iemand weer enthousiast is, dan gooi ik er €1000 in. En dan gaat het weer eens een Ja, factor 10 precies. keer omhoog. Dus ik zit er niet zo. Ik ben er niet zo mee bezig. Ik ben echt bezig, meer bezig met om andere mensen te laten zien. Ik bedoel, ik geef denk ik 10 keer per dag laat ik iemand een wallet installeren, Jax of zo. En Ja. dan geef ik ze gewoon €5 aan Bitcoin of aan Litecoin tegenwoordig, want de transactiekosten zijn te groot. Dus ik geef ze dan €5 aan Litecoin. Ah ja, En ik laat ze zien goeie. hoe ze Ja. dan Hoe dat werkt. bij een exchange wat kunnen kopen en zo. En dat vind ik leuk, maar ik vind het vooral leuk om. Oh, ik ga zo meteen ook met Joël weer even de top 10 van zijn nieuwe muntjes bespreken. En dan gaan we dat weer eens even neerzetten. Ja, nee, Oké, hartstikke leuk. Hartstikke is leuk. dit een beetje wat je wilde horen? Ja, nee, zeker. En wat verwacht jij nog laatste? Wat verwacht je? Welke munt verwacht jij voor 2018? Waar hoop je op? Wat is een beetje jouw? Of is het gewoon denk je ook dat de Bitcoin verder gewoon gaat Ja, kijk, stijgen? de Bitcoin is het mothership of all things. Hè. Dus ik ben enerzijds geïnteresseerd. Die bepaalt eigenlijk een beetje Oh ja. want iedereen begint altijd met Bitcoin. Iedereen begint gewoon met Bitcoin. Dat is gewoon, alles wordt ook afgerekend in alle exchanges op Bitcoin. Bitcoin is gewoon de dollar van de cryptowereld. Dus wat die gaat doen, dat bepaalt heel veel. En er is Precies, ja. zoveel geld. Wat erin gaat stromen. Ik ben dus nu, ik heb met Morgan Stanley gesproken, met allemaal mensen. Oké. Iedereen hier in New York zit ik dan. En die zijn echt al. Morgan Stanley Nou gaat ja, ook een wat ik traders vooral. desk Wat ik oprichten. vooral. Nee, maar ik heb gewoon gesproken met traders. En die zeiden van, joh, wij krijgen zoveel te horen van onze mensen. Dat van onze spaarders en onze Ja. investeerders. Die willen hier gewoon in. Ja, Dus Goldman gaat wel de beginnen, ja. druk is gewoon Ja. ontzettend groot om vanuit je bankrekening en vanuit je investeringsrekening, waar mensen gewend zijn om te doen, om dan gewoon ook een aantal van die coins te kunnen kopen. Dus als dat gebeurt, dat zie je ook als Coinbase, wat de grootste exchange is, als die een Ja. muntje hier zeg maar erop zet, hup, dan Ja. schiet het gewoon een factor 10 omhoog, omdat dan een heleboel mensen kunnen opeens iets kopen. En als ze het niet hebben, dan scheelt dat in de man. Nou, op het moment dat de gewone Ja. investeringsportfolio's beschikbaar worden om een stukje van het geld in crypto te doen, dan gaat de hoeveelheid geld, verwacht ik, in de komende jaren nog steeds gigantisch veel geld in de cryptowereld. Nou, dan is Bitcoin het eerste waar iedereen in begint. Dus ik denk dat Bitcoin gewoon een beetje de algemene thermometer is. En ik verwacht, hè, een factor 3
of een factor 5, zo ergens tussen de, zeg, tussen 30, de 2 50, en de 5, tussen 2 en de 5. In ieder geval, het zou mij zeer verbazen als de Bitcoin niet 100% rendement heeft en 300-400%. En dan zou het een factor 4 keer dalen. Maar goed, ja. De Ether is heel belangrijk. Wordt die stabiel? Dat is wel, de Ether is een belangrijke munt. Dat is eigenlijk die laat zien. Wat een belangrijke munt is qua platform. Zeg maar. Dus dat is een hele belangrijke munt wat we gaan zien. Of die stabiel wordt. Ik denk ook van, waar ik zelf ook heel erg waar ik heel benieuwd naar ben, is hoe gaat het met de mining? Want ik hoop dat we echt met die mining onzin stoppen. Want ik vind echt die mining, ik word echt helemaal gestoord van de hoeveelheid energie. Dat is wat veel tegenstanders als eerste noemen, hè? De mining. Ja, maar goed, dat is dan nu de tegenstander, daar hebben ze wel gelijk in. Maar dat vind ik dus zelf ook, dat we naar proof of work moeten. Ja. Naar proof of stake in plaats van proof of work en dat die veranderingen er zijn. Dan, dat is Ethereum, is dus heel belangrijk. Want dat is nu het grootste intelligente platform. Dat is meer om echt allemaal verschillende dingen mogelijk te maken. Het is eigenlijk zo'n bestuurssysteem. Ja, voor een ander bestuurssysteem. Ja. Maar er zijn allerlei helemaal variaties. Bijvoorbeeld Cardano, de AND, is, of de ADA, sorry, de ADA. Ik haal ze even door elkaar. Dat is een allerlei nieuwe universiteiten met de slimste koppen zijn bij elkaar gekomen en die hebben een nieuwe blockchain gemaakt. En die blockchain, hoe meer computers erbij komen, hoe sneller die transacties kan doen. Dus hij is schaalbaar. Als er meer computers zijn, heb je meer transacties. Hij is ook gewoon veel meer proof of stake. Je hebt helemaal geen grote mining pool nodig. Dus hele lage transactiekosten. Gigantisch een zeer stabiele programmeertaal. Die dus echt gewoon waar de applicaties van by nature al veel veiliger zijn dan met Ethereum. Want dat is op dit ogenblik nog niet. Het is een beetje de Japanse Ethereum, toch? Wordt het genoemd? Of? Nee, het zijn Amerikaanse universiteiten, het is Harvard, MIT, allemaal. Okay. Maar ADA is in ieder geval de grootste inspirerende bron als platform. En dan heb je nog gewoon Litecoin, die eigenlijk een soort Bitcoin is, maar waar alle innovaties al zijn toegevoegd, die heel snel transacties kan doen, goedkoop is en dat soort dingen. Dus die kan meer de rol in vervullen van talen. Nou ja, dan heb je nog een IOTA die interessant is om te zien van de Internet of Things en die gratis transacties zou moeten doen. Nou, er zijn nog 2000 andere waar Wat verwacht je van Ripple? Hè? Want Ripple is eigenlijk de munt die het meest gestegen is. Hè? 3600% moet ik zeggen. Ja, het is bizar. Hij heeft natuurlijk die deal gesloten met de Japanse banken. Razendsnelle blockchain technologie, hè? Met name voor creditcard transacties. Ja. Is dat iets? Ik vind het meest rare. Ik vind het meest rare ding wat er is. Ik snap er echt niks van. Ik snap niet dat zoveel waard is. Ripple wordt helemaal niet gebruikt in de transacties. Dus ik vind het nog steeds. Ik wil er nog steeds meer over weten. Maar ik begrijp elke keer. Het is een totaal. Het is een bedrijf. Het is één bedrijf. Het is gewoon helemaal gesloten. Die voorraad geld circuleert. Er zijn er 40 miljard van die er rondlopen. Het is totaal onduidelijk wat de rol is van Ripple, van de Ripple munt, zeg maar, de XRP, in het hele betalingsding. Een aantal banken doen testjes ermee, maar het is nog helemaal niet grootschalig. Dus ik snap er echt nog helemaal niks van. Ik zie dat. Ik zit er niet in. Ik begrijp ook helemaal niet waarom dit nou zo populair is. Maar ja, als Coinbase en zo dat soort munten gaat omarmen, dan weet je wel, mensen hebben ook geen idee van wat waarde is. Nou, hè, wat waar is nou voor? Op het ogenblik is wat waar en wat waarde is. Dus wat dat betreft is dat gewoon heel interessant. Maar ik snap van Ripple echt helemaal niks. Oké. Nou, wie weet. Hebben we meer inzicht nodig over Ripple misschien. Ja. Het klinkt een hartstikke leuk verhaal. Ik heb er in ieder geval hartstikke veel zin in die 2 dagen. En hartstikke fijn dat het naar Nederland komt, dit mooie event. Oké, dus, Wessel. Oké, succes. Ik zie je dan daar, hoi. Oké, hoi.